En ik sta hier bij jou thuis. Ja. En er staat gewoon een paal hier midden in de huiskamer. Ja. En dat is normaal? Voor mij wel. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ik sta hier bij Richelle. En jij bent? Sylvie. En jullie staan naast een paal, maar dat is niet voor niks. Nee. Want? Wij doen paaldansen. Ja? Ja, dat had ik al begrepen. Maar wat is er nou zo bijzonder? Ja, we hebben met NK meegedaan. Ja, maar ik snap wel, als je meedoet, daar is nog geen reden dat ik hier kom natuurlijk. Want? Wij hebben Sylvie de derde plek en ik de eerste plek. Sorry? Sylvie heeft de derde plek en ik de eerste plek. Nee, dat meen je niet. Jawel. En jij komt uit Boksel? Ja. En jij komt uit? Liemt. Liemt. Nou, is toch ongelooflijk? Ja. En waarom gaan meiden van jullie leeftijd niet hockeyen of tennissen? Nee, aan zo'n paal hangen. Waarom? Ja, dat vind ik leuker. En hoe ben je daartoe gekomen? Wanneer denk je, weet je wat, ik ga eens in een paal klimmen? Nou ja, de vriendin van mij, die nicht daarvan, is Zoe Timmermans. En daarvan heb ik het eigenlijk. Ja, die heeft ook wel eens iets gewonnen, hè? Ja. Ja, daar zijn we ook wel eens geweest. Ja. En dan moet je wel een paal hebben natuurlijk. En ik sta hier bij jou thuis. Ja. En er staat gewoon een paal hier midden in de huiskamer. Ja. En dat is normaal? Voor mij wel. Dus dan zitten jouw ouders hier lekker tv te kijken. En dan zeg jij, ik ga nog even in die paal hangen. Soms wel, ja. Nou, leuk hoor. En nou even een serieuze vraag. Veel mensen zeggen, nou, dat is toch geen sport? Maar dat is het wel. Ja. Leg uit. Ja, je hebt er heel veel kracht voor nodig. Maar je hebt ook bijvoorbeeld trucjes waar je heel lenig voor moet zijn. En het is niet echt makkelijk. Nou, wat is er nou zo moeilijk aan? Aan paaldans heet het, hè? Ja, vooral dat je inderdaad heel veel kracht moet hebben en lenigheid. Ja, veel oefenen vooral. En zijn er nou veel meiden van jullie leeftijd die dat doen in Nederland? Ja, eigenlijk best wel veel. Ja, als er al twee in de gemeente Boksel zijn, of drie. Hè? Dus des te bijzonder is het dat je eerstes en derdes bent geworden, toch? Ja, dat klopt. En waar was het? In Ede. En ja, had je dat ook verwacht? Of hadden jullie dat verwacht? Van nou, ik kan bij de eerste drie eindigen? Nou, ik was maar met z'n drie in de categorie, dus dat had ik deze keer wel verwacht. Maar niet dat ik eerste zou worden. En jij? Nou ja, dat was mijn eerste keer, dus ik had eigenlijk niet echt heel veel verwacht. Ook in een ander onderdeel heb jij een prijs gewonnen. Ja, bij Aerial Hoop. Sorry? Aerial Hoop. Aerial Hoop. Aerial Hoop. Ja. Vrij vertaald een hoepel. Of niet? Ja, toch met zo'n ding rond je... Ja. Okay. Die hangt zeg maar aan een touw. Ah, nou leg uit. Ik snap er niks van. Ja, je hebt zeg maar een plafond hangt aan een systeem. En daar kun je dus aan ophangen en dat draait gewoon allemaal rondjes en ja. Kunnen we iets van een kleine demonstratie, ik snap dat jullie gewoon kleren aan hebben, maar een kleine demonstratie van ja. Iets? Ja? Ja. Nou, hallo. En wat is dit? Een handspring. Een? Handspring. Handspring. De handspring. En dit is de? De vlag. De vlag. Ja, jullie zijn geslaagd, hè? Dus de vlag kan uit. En toen je thuis kwam, toen zag je dit op de raam. Ja, en toen dacht ik echt, waarom moet dit? Je schaamde jezelf een beetje. Ja. Waarom? Je hebt toch iets bijzonders gedaan? Ja, maar iedereen die hier langskomt, die kan dat zien. En... Ja, maar je hebt toch iets bijzonders gedaan? Begrijp je dat? Ja. Jullie zijn er met nog twee meiden. Ja, Janne en Anouk. En die kunnen het ook goed. Ja, Janne is eerste geworden en Anouk heeft twee mooie acts ook neergezet. Eerste in wat? In aerial pole. Zo. Dus dat is een paal die zeg maar niet vaststaat, maar die vliegt ook in het rond, net zoals een hoepel. Oké. Okay. Nou, het is wel heel bijzonder. Ja. En merk je nou ook een beetje nadelen? Dat mensen een beetje gaan zeuren, de paaldans is toch geen sport en we slaat het nou op?
Ja, bij mij op school zeggen vooral mensen als ik langs kom gelopen paaldansen en zo tegen mij. Op school? Op die manier. Leerlingen? Ja. Nou, dat kan ik niet begrijpen. Heb jij er ook last van? Nee, bij mij op school valt het wel mee. Gelukkig. Ja. En wat zeggen ze dan? Ja, ze roepen mij altijd na en zo op een vervelende manier. En wat doe je dan? Ja, eigenlijk gewoon negeren, maar als ik thuis kom, dan ben ik best wel verdrietig daarover dat dat gedaan wordt. Ja, want het is vreemd. Als je nou, stel je zou bij PSV spelen, dan vinden ze je geweldig en dan ben je eerste met paaldansen en dan gaan ze je pesten. Ja. Ja, ik zou, wil je nog iets tegen de kids zeggen? Dat dit echt bijzonder is wat wij doen en niet zomaar een sport. Hé, anders moeten ze zelf maar eens even die paal komen hangen, dat zeg ik. Ja. Hè? Met een grote mond. Houden ze nog een 10 seconden vol. En wat is de volgende stap? Ja, naar het WK. Het WK? Wanneer? In oktober. En waar? In Polen. Oké, okay, ga jij daar ook naartoe? Nee, ik ga zelf niet meedoen, maar misschien dat ik wel meega voor Richelle. Ja, als steun. Ja. Hè? Van je moeder vragen. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes op het WK. We horen het wel. En voor jou ook volgend jaar tweede of eerste is ook. Ja, samen eerst, kan dat? Ja, dat kan. We zitten in verschillende categorieën. Samen eerst volgend jaar. Ja. Succes. Dankjewel.